Bij speelplaats De Leuke Linde in Klarendal heeft maandagochtend brand geboet. Een deel van de speeltoestellen is daarbij verloren gegaan. Daardoor komt de organisatie van Speeldorp Klarendal in gevaar. Dat speelfestijn trekt jaarlijks ruim 4000 kinderen. Waarschijnlijk is de brand aangestoken. De brand aan de Agnietenstraat werd even naar achter gemeld. Het is niet de eerste keer dat er een brand is gesticht bij De Leuke Linde.